binnen groep 8 zit een groepje populaire meiden die vaak vervelend doet tegen kinderen die een beetje anders zijn dan zij. Waarom hebben jullie eigenlijk die stomme stropdas op? Ja, want het is echt zo lelijk. Ja, het ziet er echt niet uit. Nou, leuk dat je het vraagt. Ik heb hem eigenlijk van mijn opa Cookie. En hij is overleden. Overleden? Dat is creepy. Nou, dat viel best wel mee. Want toen opa Cookie doodging, heeft oma deze stropdas nog aan me gegeven. En ik heb beloofd om hem altijd te bewaren. En dat vonden we zo'n mooi verhaal. En daarom dragen we er ook een. Een stropdas van je dode opa, dat is echt zo raar. Ja, echt. Hè? Waarom zou je dat doen? De meester weet niet dat de meiden zo gemeen doen. Hij is vooral druk bezig. Hallo groep 8, ik heb hier de lijst van het afscheid van groep 8. Ik zie dat er verschillende groepjes zijn. We gaan dus een eindfilm maken. En wie wil ook weer de productie zijn die mee op met filmen ja, en klaarzetten? Jullie drie? Ja. En er is een probleempje bij degene die de hoofdrol willen zijn. En jullie willen alle twee het eindlied zingen? Ja, want Isabelle kan echt heel goed zingen. Ik heb ook al meer dan 200.000 volgers op TikTok. Ja, dat is een heel mooi aantal, maar jullie willen ook het eindlied zingen. Ja, meester, dat zouden we heel erg leuk vinden. Ik stel voor om volgende week een auditie te doen. Er komt een auditie tussen de populaire meiden en het aardige stropdassengroepje. Stil allemaal, ik zal wel laten zien hoe goed ik kan zingen. 1, 2, 3, 4. Niet te filmen, we staan samen sterk. Niet te filmen, dit is de kroon op ons werk. Dat was heel mooi gezongen, Isabelle. Maar volgende week beslissen we wel wie de hoofdrol krijgt. De jongens gaan meteen de populaire meiden helpen. Ze zorgen voor snoep en maken van het speellokaal een mooie oefenruimte. Hey boy, stap even mee. Maar denk je dat de meiden het waarderen? Hoe lang duurt het nou voordat onze zangstudio klaar is? Ja, echt te lang. Ze zouden het gisteren al klaar hebben. Oh, daar komen ze eindelijk. De studio is klaar voor jullie. Ja. Zijn jullie erheen? Waarom duurt het zo lang? We hebben de hele middag aangewerkt, maar volgens mij is hij nu wel zo goed als klaar. Er is drank, snoepjes en allemaal lekkere dingen. Ik heb ervoor gezorgd dat de luchtvochtigheid goed is en dat alles perfect is. Nou, dat is wel te hopen. Maar de meiden doen verwend. Hier staat alles en we hopen dat jullie het leuk en goed vinden. Wat doen al die oefendingen hier? Ja. We kunnen staan een beetje oefenen tussendoor. Ik hoop niet dat er te veel suiker in zit. Ze kunnen alleen maar zeuren. Is deze wel aangesloten? Maar voordat we gaan oefenen, wat hebben jullie met de andere groep gedaan? Zij verdienen het om buiten te oefenen of in het rommelhok of zo. Ja, echt. Precies. Ja, het rommelhok, daar hebben ze gedumpt. Ja, daar is het heel koud en vochtig en dan kan je helemaal niet goed oefenen. Ik heb een idee. Kom even, girls. Ja. Wij gaan een clipje maken over een paar loserkinderen uit onze klas die niet kunnen zingen. Ja, ze dragen een soort wade stropdas voor een dode opa Cookie. Belachelijk! Heel raar. Weird. Heel raar. Ja, heel echt raar. Heel raar. De jongens moeten nu stiekem opnames maken in het rommelhok, waar de stropdasgroep gaat oefenen. Nee, de kust is waar, jongens, kom. Ja, is goed. Ik ben nu wel hier. We zijn daar niet, hè? Zo, even checken. Ja, hij doet het geluid ook. Helemaal mooi. Ja, ik heb hem hier gezet. Voor de zekerheid, als hij hier nog even kan. Ja, daar zie ik hem. Ja, kom, we moeten weg. We moeten weg. Het stropdasgroepje wist nog niet waar ze konden oefenen voor de auditie. Ja, maar waar moeten we nou eigenlijk oefenen? Hier in de bibliotheek? Ja, daar hebben we ook een kopje gekregen van een van de productie. Oh, het staat erop. Misschien staat erop dat we waar we mogen... Ja, ja. We mogen staan leren.
Jullie moeten oefenen in de wc-ruimte bij het rommelhok. Ja, bij het rommelhok. Oké. Okay. Nee, ja, we hebben tenminste een ruimte. Ah, kom, we kunnen beter gaan zoeken. Ja. Hier is het. Oh, wow. Het is hier lekker. Het is fris, maar wel. Het is lekker een beetje aan. En de trap. Ja, wij Hobbert. Wat als we hier gaan staan om te oefenen? Dat is toch heel fijn? Hé, hey, kennen jullie ook allemaal je tekst al? Ja, natuurlijk. Ik heb gisteravond de hele avond zitten oefenen. Ja, ik ook. Het is echt een heel leuk nummer. Ja, en weet je, als we het niet worden, denk ik nog steeds dat we het super leuk gaan hebben en een heel leuk afscheid gaan hebben. Ja, en dat doen we ook allemaal om mijn opa Cookie te eren. Ja. Ja. Kom, we doen als Jel nog eventjes. Ja, oké. Okay. Ja. Okay. Ja. 3, 2, 1, opa Cookie! Zullen we anders nu beginnen? Ja! Ja. We zijn in de school op de boven. Dat ging eigenlijk best wel goed. Ja! Ja. Alle opnames van het valse zingen, de auditie in de klas en de opa Koekiejel werden nu gemonteerd tot een gemeen filmpje. Het stropdasgroepje wist nog van niks. Het is wel spannend, hè? Morgen horen we wie de hoofdrol krijgt. Ja, ik hoop echt ons. Ja. Dat lijkt me echt leuk. Maar daar heb je ze net. En waren zoals altijd positief. Oh, misschien komen ze ons succes wensen. Ja. 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 Hi. Kijk eens wat we gemaakt hebben. Het waren een soort ware stropdas voor een dode opa Cookie. Belachelijk. Nee, je bent veel. Oh, wat leuk dat jullie het gemaakt hebben. Ja. We doen het best wel goed. Ja, we doen het echt goed. Goed? Jullie zijn losers. Als dit online staat, gaat echt iedereen jullie pesten. De video werd online gezet. Maar niemand had het over het valse zingen. Iedereen vond de opa Cookie actie zo leuk. Het haalde zelfs het jeugdjournaal. Ik heb hier iets bijzonders voor je. Check dit dan. Dit is van een groepje 8 leerlingen uit Utrecht. Opa Cookie! Het opa van het meisje is overleden en daarom draagt ze nu eens een stropdas. Hij heette opa Cookie. En ter ere van opa Cookie ga ik nu ook een stropdas dragen. Productie. En dit is Jel die erbij hoort. Opa Cookie! Toen de populaire jeugdjournaalpresentator meedeed met de actie, ging het helemaal los. Zelfs de koning deed mee. Stropdassen waren nergens meer te koop. En op elk schoolplein was de opa Cookie jel te horen. Opa Cookie! Opa Cookie! Opa Cookie! En dat is helemaal niet wat de populaire meiden wilden. Ze zijn zo belachelijk met die stropdassen en halen ze nog 900k. Echt? En wij niet eens 9. Dat is echt absurd. Zelfs de prinses heeft het niet gedaan. Heel erg lelijk. Ik ga denk nu ook een stropdas dragen. Echt waar? Vind je dat leuk dan? Niet echt, maar iedereen doet het, dus doe ik het ook. Ga je dat nu doen omdat iedereen het doet? Ja, dat is een goede vraag zeg. Wat zou jij doen? Bloepertijd! Ja, zeker. Je vindt ze hier. Of een link in de beschrijving van deze video. Dus staat hier niks? Check de link in de beschrijving van deze video naar de bloopers.